Laadpalen, zonnepanelen, een duurzaam imago. De nieuwe wereld biedt volop kansen voor hospitality in Nederland. Kom je nog? Maar wat staat er al op het menu? Wij, de energieke gasten van Eneco, zoeken het uit. Ze hebben hier bij het Stadshotel in Woerden Green Key. Zou dat nou de sleutel tot hun succes zijn? Ja, ik ben benieuwd of dat ze hier dus ook meer mensen mee trekken. Oh, wauw. Ed. Goedemiddag, hoi. Hi, Ed Breuren. Hoi, Ed Michael, Breuren, welkom. Aangenaam. Nee, wij hoorden dat jij heel duurzaam bezig bent. En we zijn er eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. We hebben het hele pand gestript, alles eruit gesloopt. Dus er zaten geen plafonds meer in, geen vloeren meer in. En we zijn het helemaal weer duurzaam gaan opbouwen. Dus alles wat we hier hebben is LED-verlichting. En de keuken is eigenlijk de grote kachel. Dus daar halen we de overwarmte halen we eruit, die brengen we terug in het systeem. Op het moment dat ze aan het koken zijn, die warmte wordt weer opnieuw. En wat we eruit halen, dat brengen we terug. Brengen we terug naar het warmwatersysteem voor het douchen. Dus alles wat we hebben hier gedaan, we hebben een behoorlijk bedrag geïnvesteerd. Hebben we op 15 kilometer buiten Woerden gedaan. Dus we hebben alleen met lokale aannemers, lokale installateurs, lokale keukenbouwers. Zullen we even gaan kijken in de keuken? Ja. Kijk, duurzame kracht. Zijn de gasten die zich niet konden vinden in een duurzame concept? Ik heb wel eentje lust. Pak mij wel nog wel. Hey, kikker, hou die kast even dicht. Dit mag. Het is een waanzinnige koolmotor op om het vlees erop te houden. Dus nu heb je even 3 euro extra. Nee. Alle verlichting in het hele hotel komt overeen met waar ik vroeger 2 spots aan mijn pand heb hangen. Je verdient het gelijk terug. En dat geeft gewoon goed gevoel. Je moet er niet over hebben, je moet het gewoon doen. Ja. En dat is lekker voor dat geld. Ja. Gewoon niet lullen maar poetsen. Nee. Heb je ook regionale biertjes? Nou, dat zou zomaar kunnen. Dan ga ik even. Hans, die is van Pils. Proost! Proost! Je hebt echt heel veel gedaan aan duurzaamheid. Maar zoals je het vertelt, is het ook een hele flinke klus. Waarom zou een ondernemer dit doen? Het gaat er niet om wat je. Wat je verdient, denk ik. Het gaat erom wat je achterlaat voor de volgende generatie. En dit soort. Ja, wij vinden dit een voorbeeldproject voor jou. Op deze manier kunnen we verder in de maatschappij. En als wij het niet doen, dan gebeurt er nooit wat. Dus uiteindelijk denken ondernemers zoals wij. En ik hoop dat er heel veel volgen. Die bouwen een nieuwe generatie voor de toekomst. Ik ben ondertussen wel benieuwd naar die kamers. Nou, hop. Ja? Even kijken. Yes. Kamer 20 en kamer 26. Wauw. Duurzaamheid kan dus ook gewoon comfortabel zijn. Dat zo zie je wel, ja. Een lekker bed. Heerlijk. Zullen we? Wat is jou nou het meest bijgebleven? Nou, wat ik wel heel erg mooi vind, is dat hij dit vanuit een passie doet. En ook echt om iets na te laten voor de toekomst. Hij heeft echt een goed hart. In het groene hart. Een goed hart in het groene hart. Mooie slogan. Welkom in een nieuwe wereld. In Eneco.